YouTube-toets, ik geloof niet dat je deze video sneller kan liken totdat mijn hondje waf. Waf, waf. Ja, ik hoop, heb je al geliked? Ben je snel genoeg? Als dat zo is, dan krijg je een 10. En als je daarna hebt geliked, krijg je een 6. En als je niet hebt geliked, krijg je een onvoldoende. Dus ik hoop dat je hebt geliked, mensen. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal met het belletje aan. Dat is ook YouTube-toets. Want als je dat hebt gedaan, dan ben je namelijk geslaagd voor je toets. En kun je een examen gaan maken. En een YouTube-examen, dat betekent dat je me moet volgen op social media. Etelaan en Goffel op TikTok, Etelaan 3006 op Instagram. Weet je wat, mensen? Wij gaan lekker beginnen met de video. En vandaag gaan we namelijk een potje spelen tegen Pennywise. En dat is best wel creepy. Maar Pennywise een paar DM's gestuurd. Hij daagde me uit voor een gevecht. Kom 1v1. En ik zei, oké, is goed. Nou, weet je, Pennywise. Waarom wil je zo graag een 1v1 doen? Klik ready trouwens. Nou, we hebben nog iets uit te praten met elkaar, Delano. En jij weet donders goed waar het over gaat. Het is lang geleden, maar het moet gewoon gebeuren. Er is toch niks mis mee om een doel te zijn? Nou, dat is zeker weten een probleem. Mis mee. En ja, dat is een van de dingen die ik met jou wil uitpraten. Want jij bent het doel geweest. Jij doet me lastig. En dat, ja, dat kan ik gewoon niet accepteren dat je dat deed. Nee, niks tegen mijn video's, hè? Ja, dat heb ik ook wel zeker. Want jouw video van doel is fucking slecht. Maar Daddy, weet je wat? Ik heb een oplossing voor je. En die ga je vanzelf zien. Oké. Okay. Ja. Uitdaging accepted, hè? Ja, zeker. Dus laten we Brawl Stars gaan spelen. En eens even kijken of je kan winnen. Ja, wat? Zo, wat ben jij stoer? Nou, ik ben zeker stoer. Ik ben een clown. En ik ben de beste clown van de wereld. Ik ben de danseres die je kan bedenken. Oké. Okay. Wil je een ballonnetje? Tegen Spruit ga je niks. Godverdomme Daniel, kuthacker. Die stuurt me in één keer een spraakbericht. Gewoon om zo laat. Ja, niet. Mensen liggen al te slapen en dan komt hij weer aan. Misschien is dit wel de opdracht van de Game Master. Nee, ik had toch beef met die gast, jongen. Ja. Hij heeft maar geblokkeerd zo. Daar is Pennywise. Kom dan, jongen. Oké, kom dan, jongen. Dan stuur ik Daniel op jou. Want dan hoop ik dat je account opnieuw gehackt wordt. Ik weet dat je account terug hebt. Maar dat gaat niet voor lang blijven zo. Echt wel. Daddy, dat gaat gebeuren. Ik geef nog ruimte. Kijk, hier. Klootzak ben jij, zeg. Ik weet je wat, ik kan je de volgende keer pakken. Ja, dat is Sprout. Wat denk je zelf? Tuurlijk is Sprout sterk. En ik heb er genoeg hoor. Ik heb 32 knokkels op dit moment. Zeg jij wat, doe niet zo stoer. Dus ja, ik heb meer knokkels dan jij. Ik heb er 20. Ja, maar wat doe jij allemaal? Ja, ik vind je echt niet oké. Okay. Ik ben zo tegenwoordig stoer aan het doen. Kijk, want jij zegt wel dat ik naar doel was geweest om stoer te doen. Ja? Maar kijk wat je zelf hebt gedaan. Gast, je wou me bijna vermoorden met vuurwerk. Ben je wel lekker in je paza, joh? Ik ben zeker lekker in mijn paza. En mijn paza hier is een hartstikke mooi geschilderd. Bij andere mensen. Doe normaal, joh. Doe normaal, engnek. Maar weet je wat? Weet het maakt niet uit. Ik kan jou binnenkort maar eens een keertje opzoeken. Dat is niks normaals aan, joh. Even serieus. Dat is wel normaal. Ik kan je opzoeken en wat er dan gaat gebeuren, daar mag je maar weer vanzelf zien. Maar dat moet je achterkomen. Traan, gasten. Doe, wat denk je zelf? Oh, je bent vermoord door een bot, eikel. Interesseert me niet. Zo goed ben je ook weer niet. Ik ben beter dan jij, Daddy. En anders ben ik wel in het echt beter dan jij met knokken. Ja, dat heeft niks met Brawl Stars te maken, dit. Wil je in het echt een potje knokken tegen mij? Dat vind ik helemaal goed. Je kunt me zo vinden in de Rio. Misschien wel. Ja, weet ik het. Ja, dat weet ik wel. Ik kan jou vinden in de Rio en dan kan ik meer gewoon vechten, ja? Ik zeg niet dat ik de beste ben. Dat ben ik zeer, dat hoef je ook niet te zeggen. Ben je soms een beetje bang? Krabbel je een beetje terug, Daddy? Nou, we zullen het zien. Maar wat ga je nou weer lopen dreigen dat je naar mijn huis wilt? Ben je wel lekker in je paal, zei ik? Ik zeg toch in mijn riool, jongen. Engnek. Ik ben niet eng. Jij bent raar. En dat moet je accepteren. Nou, dat blijft me weer goed. Ik zit in een showdown en dat heb ik bij jou nog niet gezien. Met een paar bots. Dat komt omdat jij verslaafd bent aan het spelletje. Een e-bit is nog wel traag. Dat is niet wat Daniel Dorakker zei. Want, oh ja. Moet ik anders jouw Brawl Stars account eventjes hacken? Wat? Je gaat bij mij uit de stoep staan, zeg je. Ben je wel lekker? Nou, dat heb ik al zeker gezegd. En ja, ik heb bij jou op de stoep staan. En dan ga ik eens even met jou even een praten. Maar goed, ik kreeg laatst een brief van mijn chick. En die zei tegen mij dat jij haar namelijk in de kelder hebt meegenomen. Wat slaat dat op? Nou, dat heeft er wel mee te maken, omdat je gek bent. Ben je wel goed in je hoofd? Ik wist niet hoe ik erover moet beginnen. Maar weet je wat, Daddy? Die chick zit bij mij veilig. Omdat je me blaster gevallen zit je karma. Viezerik. Maar goed, gaan we tegen elkaar vechten? Nee, hou je bek. Kom even uit je eindschuimen. Kom in het echt vechten dan. Want weet je, je verliest van mij. Kom maar goed, waarom zit je blijf gewoon van mijn chick af, hè? Zweer het je. Als ze dood is, dan ga jij dood. Weet je dat? Denk je dat zeker? No, kom maar, Dilly. Kom maar hier. Geloof me, ik ben sterker dan jij, Pennywise. Met je teringhoofd. Dat denk jij. Jij bent sterker dan mij. Ja, oké, okay, nu een Brawl Stars, maar meer niet. Je denkt dat, Dilly? Ja. Ik ben niet zo goed met Barley, maar dat maakt niet uit. Dat iemand weer gelijk moest pushen. Je bent zo slecht.
Je bent zo slecht. Goed, dan ga ik jou volgen. Even kijken hoe goed jij bent, Pennywise. Ja, ik ben goed, jongen. Maatje, hou je bek. Ik ben je maat niet. Ik ben je vriend niet. Ben je aardvijand. Weet je wat, Dilly? Je hebt me lastig gevallen. En dat betekent ook dat ik je familieleden mee in mijn putje ga nemen. Die komen niet meer boven water. De riool is een vaste plek. En dan komen ze niet meer uit. Je blijft van mijn kat af. Nee. Heb je dat begrepen? Wat is met je kat? Het feit dat je allemaal... Ik heb over je familie en je begint over je kat. Het feit dat je mijn vriendin zit, geloof me, je blijft er gewoon vanaf, hè? Want je gaat echt in een probleem mee komen. Ik in de problemen, jij denkt dat. Ik zweer het je, Dilly. Je ouders, je opa, je oma, je oom, tantes komen er ook in. Nee, je krijgt problemen met mij als je eraan zit. Dat denk je zelf, Dilly. En geloof me, ik sla je gewoon in elkaar. Doe dat dan. Ik slik, zweer het je, ik steek je neer. Oh, dat komt wel goed, hoor. Weet je, wil je naar mijn dansshow kijken? Pussy, doe normaal, joh. Nee, nee, nee. Je doet helemaal niet normaal, je doet gewoon eng. Nee, 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 Daddy. Nee, nee, nee. Fucking clown. Nee, 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 nee. Kom maar vechten dan. Kom maar naar mijn opstelling. De kijkers haten jou, omdat je gewoon een clown bent. Clown. Clowntjes zo leuk. Maar ben je bang voor clowns? Bleh. En wat? Moet ik een leuke ballon geven? Moet ik een leuk grapje met je uithalen? Dat willen ze niet. Nou, dat willen ze alleen maar om jou belachelijk gemaakt zien worden, ja? Meer niet. Er is echt geen andere reden, hoor. En dat denk jij, Dilly. Maar goed, ik ga Max inzetten en kom maar tegen me op. De kijkers op jouw kanaal die kijken uit medelijden naar je video's. Niet omdat ze jou leuk vinden. Maar goed, weet je, ik ga je binnenkort even opzoeken in het riool. En ik zweer het je, ik steek wel een gifgas in het riool, hoor. Of ik laat wel overstromen met water. Oh, dat denk jij. Dan kun je daar niet meer leven, hoor. Ik leef hier al heel lang. En het gaat niet van anders dit? Worden. Oh, dat is een shield. Nou, wat? Ja, dat meen ik. Dilly, jouw shield bestaat niet meer, jongen. Makkie. Weet je, in het echt heb je toch ook een shield. Want die beet ik toch op. Waar ben ik dan? Jij bent gewoon in je eigen huis, in je slaapkamertje. Ja, maar dat is niet zo heel moeilijk, hè? Maar waar woon ik dan? Welk dorp? Welke stad? In Ossendrecht. En ik weet ook je exacte adres, maar die ga ik niet op YouTube vertellen. Brok. Ja. Ossendrecht, ja, maar waar in Ossendrecht? Dat weet jij niet. Dat ga ik jou niet vertellen. Ik weet van waar jij woont. En jij moet dat maar van vanzelf zien, hè? Als ik op je raam klop. Okay. Ik sta wel aan je deur. You're kinda weird. Nee. You're a weird clown. I'm not weird. You are weird. Oké, Dilly? Maar goed, ja, ik wil best wel een kopje koffie met je doen, hoor. Wil jij dat ook? Ik vind jou niet aardig. Je vindt me niet aardig. Maar dat vind ik niet leuk om te horen. Dilly toch? Ik zie, als ik mijn vriendin vindt, hè, dan ga ik jou zoeken. En dan. Wat nou? Dan heb je echt problemen. Oh, je bek, jongen. Ik steek wel heel dat. Laat ik me overstromen met de zee, hoor. Oh, ja, jij met de zee. Dilly, jij kan de zee niet bepalen. Oh, wacht. Wat? Je wat? Wat nou? Even serieus, je bent zo dom. Zo hé, nou daar ben je heel stoer mee. Ik ben zeker stoer, dat weet je toch. Maar hier ga je niet van winnen, hoor. Kom maar op. Oh, dat denk jij. Jij denkt dat ik niet ga winnen. Ik ga zeker weer winnen van jou, Dilly. Want voor mij staan nu 2-2 of zo. 2-2. Hou je toch je mond dicht, jongen. En laten we gaan tot 4 of 5, ik weet, of 3. Ik moet even kijken. Oké, Dilly, als jij dat wilt, dan maakt me dat toch helemaal niks uit, jongen. Pennywise, ben je helemaal lekker in je paza, jongen. Welke paza? Engnek. En daar ben je, hoor. Nee, nee, nee. Kom maar. Nee, nee, nee. Hier, durf je wel. Nee, 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 nee. Kom dan. Durf je niet, hè? Die heet Frank. Frank. Ook een leuke naam, Frank. Ik ben... Blijf me schieten. Ik heet Pennywise en ik ben de beste. Oh, echt? Ja. I'm the best. And I'm the better and the best of the best, oké? Okay? Hier. Wat? Doei. Oh, Dilly, ik ga jou neersteken. Even serieus. Nou, Frank heeft je in ieder geval verslagen. Dilly, ik ben niet zo blij. Maak een ballonnetje voor mij. Wat zeg je nou? Wil je mij gewoon met een mes gaan neerhoeken? Ben je... Dat kan niet eens trouwens met een mes. Nou, dat zeg ik. Weet niet wat jij denkt, maar... Je hebt stemmen in je hoofd, Dilly. Nou. Dat is niet real. Nou, Dilly, weet je wat ik nodig heb? Gewoon uit bij mij en Mario. We kunnen gewoon samen praten. Ik heb een luxe villa resort in Mario gemaakt. Dus kom maar. Denk je dat? Dat weet ik zeker. Jij moet niet zo dom doen, jongen. Ik heb toch gewoon... Shit, hé, dat denk je. Ja, dat denk ik niet. Nou, met Frank heb ik in ieder geval weer gewonnen, hoor. Oh, jij met je brolstart, je bent gewoon verslaafd aan het spel. Dan ga ik even een andere zetten. Okay. Kijk of je daar tegen kan. Oké. Okay. Ik zei toch dat Frank goed is. Oké. Okay. Nu ga ik ook Pennywise inzetten. Oké. Okay. Nee, 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 nee. Echt wel. Nee, 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 nee. I'm Pennywise. Oh, nee? Is dat zo? Ja, dat is zo. En jij? Godverdomme Ems. Oké, okay, Penny is niet zo goed. Tenminste, niet in deze positie. Oké, okay. Mijn naam is Pennywise. Tjonge, jonge, jonge. Pennywise. Ga ik even toekijken, hè? Pennywise.
Telly, 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 Telly. Je gaat dood. Wat zeg je over mijn moeder? Wil je die ook ontvoeren of zo? Ja? Ja, moeder gaat er ook aan. Dat zeg ik al een lange tijd. Nou, zo eens kijken of je dit potje wint. Dat ga jij niet winnen. Want anders neem ik je vader en je broertje ook mee. Nee, je gaat niemand tot... Ja, dat ga ik wel doen, Orlando. Accepteer dat. Je gaat geen spelletje spelen met mijn vrienden of wie dan ook. Leuk spelletje. Dat is iets waar jij vanaf blijft, mijn bezit. Heel simpel. En ik heb best wel honger in een paar bloederige dingetjes. Blijf... Wat? Blijf gewoon vanaf. Nee. Hier. Nee. Tilly, weet je wat? We moeten gewoon het... We gaan vannacht even meeten, ja? Dat ga je niet doen. Jawel. Maar goed, we gaan meeten in het echt, oké? Okay? We zijn aan het einde van de video aangekomen en... Ja, kom maar op. Like deze video, want anders kom ik je halen. Dus kom maar op.